Yo, beste mensen, ontzettend tof dat jullie weer kijken weer bij deze nieuwe vlog. Ik begin deze vlog nog vrij laat en ik film weer met mijn camera. Ik heb een nieuwe reader weer gekocht voor mijn laptop, want hij werkt niet. Daarom filmde ik altijd met deze goede telefoon. Eigenlijk ook niks mis mee, maar met camera filmen is toch wel makkelijker. En tegelijkertijd zie ik hier in deze kopje hier dat ik nog 13 uur te filmen heb. Dus ik kan nog genoeg vlogs maken of video's maken. En de meeste vlogs zijn voor mij tussen de 2 en de 10 minuten. Deze vlog zal ook niet zo super lang zijn. Ik ben vandaag inderdaad bij de Mediamarkt geweest. Ik ben vandaag nog naar de apotheek geweest. Ik ga zo, althans over een kleine een uur en drie kwartier, anderhalf uur, ga ik naar de Vodekij toe voor zwemmen les. Ja, voor de eerste keer dat ik ook iets zeg in de vlog met zwemles. Ja, kijk, tegelijkertijd nu ook in die ding. Ja, klapschermpje. Maar dat was het eigenlijk een beetje. Ja, het is Ik heb alleen dat we gedaan voor vandaag. En ik moet ook. Oh. En ik moet ook nog mijn kamer schoonmaken. Nee, mijn kamer schoonmaken. Ja. Ja, kijk, hier heb ik het over. Dit ding heb ik weer gekocht bij de Mediamarkt. Let daar maar niet op. Het is een goede stukje, niet te duur, niet te weinig. Dus een prima ding weer, maar ik zie jullie zo weer. Nou, dit is uiteindelijk mijn kamertje van geworden. De kamer schoonmaak. Uiteraard ga ik dat spul wel wegtrekken. Dat ga ik daar op de grond doen, zoals het echt hoort. Bed ga ik pas vanavond doen. Dat doe ik altijd gewoon voordat ik ga slapen. Doe ik de bed goed erop. Ja, water is belangrijk. En de rest zit er gewoon naar mijn beleving. Redelijk gewoon goed uit. Ja, niks over te zeggen. Yes, beste mensen. Dit is in een soort van timelapse gezet. Ik kom even niet uit mijn woorden. Voor de rest zie je allemaal hier gewoon groen. En ik zeg heel eerlijk, deze spraakbericht maak ik nu op vrijdag. Dat is 2 dagen later dat ik deze video, zeg maar, heb bewerkt. Want deze video is al bewerkt, zeg maar. Maar dit hoef ik dan alleen nog even in te voegen. Maar zoals jullie ook zien, dat de vlogs nu 2 tot 3 dagen achterlopen op realiteit. Zo is het ook makkelijker voor mijzelf om ook gewoon rustig aan te doen. Inderdaad, s'nachts. Omdat ik ook zo net zei, s'nachts niet wakker te blijven om dan video's voor jullie te kunnen gaan maken. Of het kunnen bewerken. Ik hoop dat jullie nog steeds aan het genieten zijn van deze video. Want ik zie op zich te kijken, cijfers nu weer stijgen. Eerst waren ze weer aan het dalen, nu zijn ze weer aan het stijgen. Dus het daalt, ja, het is echt een soort van met curven. Zo is het ook met het leven uiteraard. Maar ik ben zo bijna al bij de zwembad De Vrolijkheid in Zwolle. Daar volg ik inderdaad zwemles, zoals jullie dat ook hebben gehoord. Maar ik weet voor de rest niet echt veel meer te zeggen. Ik hoop zelf dat ik voor de zomervakantie mijn diploma in mijn pocket heb. Daarom ga ik daar gewoon goed voor strijden. Om daardoor sneller mijn diploma in de pocket te kunnen krijgen en te kunnen bemachtigen. Om gewoon mezelf te kunnen redden in en rondom het water. Dus dat een beetje. Ik ben nu eigenlijk al klaar met zwemmen, zwemles. Best wel redelijk donker hier. Maar
Ja, ik zie jullie wel als ik terug ben op de groep. Yes, ik ben nu hier in het zwembad. Glidhok. Ik ga hem weer eens omkleden. Ga ik zo zwemmen. En dan zie ik jullie wel als ik helemaal weer klaar ben. Yes, beste mensen. Ik ben nu aangekomen op de groep. Ja, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hoop jullie deze vlog leuk. Dus ja, vergeet die niet. En dikke duim was het. Vergeet die niet. En ik check jullie morgen allemaal om 9:30 weer bij de vlog. Ja, dus.